Hey, ik ben Andries en vandaag heb ik hier deze interessante Bose Ultra Open oortjes bij. In deze video vertel ik je graag alles wat je erover moet weten. Hier gaan we. Bose is natuurlijk al enige tijd een toonaangevend merk op de markt van audioproducten. En dan is het natuurlijk logisch dat je bij hen komt aankloppen voor de nieuwste innovaties binnen het gamma van draadloze oortjes. Onlangs lanceerde Bose deze Ultra Open oortjes, waarbij deze de focus leggen op uitstekend geluid, terwijl je nog steeds goed je omgeving kan horen. En dan weten we natuurlijk dat deze oortjes vooral interessant zijn voor sporters, maar ook in het algemeen voor mensen die nog steeds graag hun omgeving horen tijdens het luisteren van muziek. Deze oortjes hebben ondersteuning voor Bose's eigen open audio technologie, waarmee audio van dichtbij in het oor kan worden afgespeeld zonder het oor helemaal af te sluiten. De oortjes hebben dus ondersteuning voor spatial audio, maar geen noise cancelling. Open ear oortjes hebben dit natuurlijk nooit, maar dat is zeker toch belangrijk om niet te vergeten. Niet enkel voor sporters zijn deze oortjes dus handig, maar ook als je in een bureau graag wat muziek luistert en natuurlijk ook steeds wil horen wat je collega's zeggen. Uiteraard is er geen sprake van soundbleeding, ofwel dat je omgeving jouw muziek kan horen. Een leuke feature van deze oortjes is Bose Immersive Audio. Hiermee geniet je van ruimtelijk geluid bij elke streamingdienst, waardoor je je echt in het midden van de muziek voelt. Deze feature is zelf door Bose ontwikkeld en zorgt er dus ook voor dat je ook ruimtelijke audio kunt gebruiken bij bronnen die dit niet standaard hebben geïntegreerd. Als we dan naar het ontwerp van de oortjes zelf kijken, valt vooral het flexibele scharnier op. Deze zorgt er natuurlijk voor dat de oortjes goed op hun plek blijven zitten in alle omstandigheden. Ik vind persoonlijk dat het scharnier niet stoort en de oortjes zeer licht aanvoelen tijdens het gebruik. In mijn ogen kan je deze dus de hele dag dragen zonder er last van te krijgen. Ik heb al veel oortjes mogen uittesten en mijn ervaring is toch dat open-ear oortjes nooit irritaties opleveren. Aan de achterkant van de Bose Open Ultra Earbuds zitten knopjes waarmee je de oortjes kan bedienen. Met een verschillend aantal klikken pauzeer je muziek of wissel je van geluidsmodus. Al deze instellingen kan je zelf aanpassen in de Bose Music App. De oordopjes hebben een accu die 7,5 uur mee moet gaan, maar dat gaat naar 4,5 uur als Immersive Audio aanstaat. Via de meegeleverde case kunnen de oortjes tot wel 19,5 uur muziek afspelen. Met de Bose Music App kan je dus niet enkel de bedieningsknoppen instellen, maar je kan ook je muziek nog persoonlijker maken met de EQ-instellingen. Stel tussendoor de lage, midden en hoge tonen in of gebruik de app om de batterijduur te controleren en verbonden apparaten te beheren. Deze Bose oortjes zijn ideaal voor iedereen die op zoek is naar uitstekend geluid en zijn omgeving nog goed wil blijven horen. Op dit vlak heeft Bose een prima product op de markt gelanceerd, al is de prijs toch zeker iets om rekening mee te houden. Wil je nog meer weten over al onze nieuwe producten? Check dan zeker onze andere video's en abonneer je nu op ons YouTube-kanaal. Tot dan!